Hallo, hier zijn we met het vervolg van ons babyhuisje. We gaan dus de mouwtjes doen. Ik heb er al één gedaan om te tonen. Ik ga de andere opzetten en tonen hoe jullie moeten minderen. Je ziet, dit verspringt een beetje, maar als het mooi toegewerkt is, dan zie je dit niet meer. Maar met deze steek is het bijna niet te vermijden dat het zo verspringt. Dus dan ga ik ook tonen voor de opzet van de kap. Dan kunnen we al dat stuk verder doen. Dus, wat gaan we doen? We zitten, deze is afgewerkt van mij, maar ik heb deze kant opengelaten om te tonen hoe we in zijn werk gaan. We gaan eerst ons werk aan elkaar werken. Dus we steken onze haaknaald in de eerste steek. Van ons werk. We nemen onze draad. We halen hem erdoor. We doen één losse en we doen nog een halve vaste in dezelfde steek en we trekken dat een beetje dicht en we gaan verder in de tweede steek en hier ook in de tweede steek en we doen een halve vaste, maar ik denk dat ik verkeerd zit. Mijn draadje krult naar binnen. Dus je moet zien dat u twee draadjes op uw haaknaald heeft. Dat u de volledige steek mee heeft. En we doen een halve vaste. Dus we trekken gewoon, we steken onze haaknaald in. De eerste steek, de tweede steek. We slaan onze draad om en we trekken er hem gewoon door. En zo maken we de volledige schouder dicht. En we zijn aan het eind van ons werkje. Dus we hebben nu onze twee laatste steken. We doen één losse. We knippen onze draad. En we trekken hem gewoon vast. En ons werkje is aan elkaar gezet. Oep, die zit ertussen. Ik ga nu mijn steken oprapen voor mijn mouw. En ik heb 10 schaapjes begonnen. Ik ben begonnen, sorry, met 10 schaapjes. Ik ben begonnen, niet hier. Dit blijft open voorlopig. We beginnen aan een van de zijkanten. En we gaan op dezelfde manier te werk eigenlijk. We trekken onze draad door het gaatje. We haken één losse en nog een vaste in dezelfde steek. Maar dat is al onze eerste vaste van ons patroon. Dan gaan we, laten we één rij over. En doen we, sorry. Vijf stokjes en de volgende.
in rij halve stokjes overslaan. Eén vaste. En zo gaan we verder tot we vier schaapjes hebben. Ja, 10 schaapjes. Ik heb me versproken. Dus 5 aan elke kant. Ik heb er al 3, ik heb nog plaats voor 2 en dan doen we aan de andere kant hetzelfde en dan haken we 5 rijen in totaal, inclusief deze, en dan kom ik terug. Dus voor de kap, ik ga opnieuw beginnen. We gaan in de eerste steek op de hoek van ons werk. We zien dat ik met de juiste draad bezig ben. Ja. We haken hem erdoor. Er zijn veel mensen die dan een knoop leggen, maar ik geloof niet in knopen. Want als je dan moet iets beginnen losknippen, dan is dat heel gevaarlijk dat je de rest ook niet kapot knipt. Dus we haken nu gewoon, sorry, in vasten, in de vasten van ons werk uiteraard, in de stokjes van onze bovenpandje, en we gaan mooi rond volledig, en ik ga ondertussen mijn steken tellen. Ik heb er 5. Gewoon om een idee te hebben. En als u halve vasten gehaakt hebt, steekt u er gewoon eronder. En nu ben ik vergeten hoeveel steken dat ik had. Vandaar het gezegde, praten en breien, of praten en haken, dat gaat niet samen. En dat is hoe voor alles gaan tellen zijn. Dus we rapen voor de steken op.
En als ik goed gedaald heb, maar dat zal niet veel schelen, heb ik 41 steek. Sorry. Voor ons kapje, want een kapje moet altijd ruim genoeg zijn. Zoals bij ons mutsje hier. Het moet groot genoeg zijn. Het mag niet halverwege het hoofdje komen. Dat is niet mooi. En ook niet handig voor een kindje. Dus, we hebben 41 vasten. We doen 2 losse. We draaien ons werk om. En we haken in elke vaste 2 halve stokjes. Dus gaan we aan 82 steken komen. Wat al beter klinkt voor de kap. Dus en zo gaan we verder. We hebben dan 82 steken. Over die 82 steken gaan we verder tot een hoogte van 14 centimeter. En de volgende keer ga ik jullie dan tonen hoe we deze afronding maken bij ons kapje. En de afwerking dus rond het kapje, rond het voorpand en de knoopjes. En dan is ons jasje klaar uiteraard. En ik ga ook tonen hoe we de mouwen hier, hoe we dit aan elkaar zetten. Want dit lijkt er niet op nu. Maar dat komt dus mooi in orde. Oké, veel plezier. Zoek een cool plaatje op. En lekker haken maar. Oké, tot de volgende.